Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Glutenvrije Podcast. De podcast van de Nederlandse Celiakie Vereniging, die dit jaar en in het speciaal haar 50ste verjaardag viert. Dat hoor je goed, de NCV bestaat in 2024 50 jaar. Dat vieren we vandaag met een heus festival. En de Glutenvrije Podcast is daar natuurlijk bij. We staan hier vandaag op het Glutenvrije Festival en het is fantastisch. Dit festival hebben we georganiseerd speciaal voor onze leden. En onze hoofdsponsor is Shear. Door sommigen misschien ook wel uitgesproken als Char of Schar. Dat maakt natuurlijk allemaal helemaal niet uit. We weten wie we bedoelen, ze zijn er vandaag ook. En dankzij Char en onze andere sponsoren hebben we er een groot feest van gemaakt. Binnen is het feest, buiten is het feest, jong en oud hebben plezier. En we gaan dus vandaag ook een aflevering opnemen met publiek. Publiek, ook allemaal welkom. En we hebben drie superleuke gasten. Blijf luisteren, dan stel ik ze zo met veel plezier aan je voor. Nou, hier aan tafel staan drie hele bijzondere gasten. Ad van Liemt, Charlotte Posma en Floris van Overveld. Alle drie hartstikke welkom. Mag ik bij u beginnen, Ad van Liemt? Tuurlijk. Hartstikke fijn dat u er bent. U bent eigenlijk een van de allereerste leden van de Celiakie Vereniging. Eigenlijk de eerste voorzitter. Ja, ik zat in het clubje oprichters en ik was de eerste voorzitter. En dat is precies 50 jaar geleden. En is het echt een wonder om hier duizenden mensen bijeen te zien als je vroeger ooit met z'n vijven begonnen bent. Het is geweldig. Ja. Dat het hele terrein staat vol. Ja. Nou, hartstikke fijn dat u er bent en dat alle u plezier. Wil vertellen over het allereerste begin. Naast u zit Charlotte. Ietsje korter lid dan van de NCV dan Ad, hè? Jazeker, ik zit sinds 4 jaar bij de NCV. En ik ben sinds januari vorig jaar bestuurslid bij Celiactive. Ja, en dan ga ik straks nog even aan jou vragen wat Celiactive precies is. Dan gaan we ook nog even welkom heten aan Floris. Qua tijd zit jij daar een beetje tussenin. Niet zo lang als Ad en langer dan Charlotte. Ben jij directeur bij de NCV? Nou, daar zit ik heel dichtbij, Charlotte. Oké. Want ik ben 5 jaar directeur bij de NCV. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn, de tijd vliegt. We gaan eens even beginnen met de geschiedenis in te duiken. En ik ga al even richting Ad. Ad, wil je ons meenemen naar 1974, naar het allereerste begin? Jij was daarbij. Ja, het allereerste begin was in Noordwijkerhout in mei van 1974. Want daar werd een wetenschappelijk congres gehouden door de Universiteit van Leiden over celiakie. En daar waren dus wetenschappers uit de hele wereld. Toen hadden ze bedacht dat het misschien leuk zou zijn om ook eens een keer een paar patiënten uit te nodigen. Om dan op een avond met elkaar kennis te maken en ja, te bespreken hoe het is om celiakie te hebben. Ik was daar als chauffeur van mijn echtgenote, Joke. Joke is patiënt, was eigenlijk misschien wel bij de eerste 5 patiënten ter wereld die ontdekt is. Sure. Want zij was een patiënt in Utrecht. En dat is de plek waar professor Dieke en professor Weijers celiakie hebben ontdekt. Dat mag ik toch wel zo zeggen. En zij behoorden tot de allereerste patiënten. Als klein meisje, toch? Als klein meisje. Ik ben hier vandaag bij een lezing geweest. Daar ging het even over professor Dieke. Dan zag je foto's van vroeger van 2 meisjes met een hele dikke buik. En dat rechtse meisje, dat was Joke, mijn vrouw. Zo. Die heeft jarenlang als klein meisje op de posters gehangen van de wetenschappelijke congressen. Ze was vertelden ze mij, wist ze natuurlijk ook niet. Ja, wereldberoemd bij de artsen. Ja, en nou ja, we hebben daar zitten praten en toen heb ik mij daar geheel ten onrechte mee bemoeid. En toen we wegreden, toen was ik beoogd voorzitter van de nieuwe vereniging. En toen zijn we alles gaan voorbereiden. Dus statuten, huishoudelijk reglement, medische adviesraad, dieetadviesraad. Dat hebben we allemaal ingesteld. En toen op 21 september hadden we een zaaltje gehuurd in het Academisch Ziekenhuis van Utrecht. Daar hebben we de oprichtingsvergadering gehouden. Die duurde maar 20 minuten, want iedereen was het er mee eens. Yeah. En vervolgens hebben de meer dan 200 mensen die erop afgekomen waren, die hebben alleen nog maar met elkaar gepraat.
Want die, dat herinner ik me echt heel goed. En ik vond het echt een ontroerende bijeenkomst. Iedereen had in die tijd het idee dat hij de enige patiënt was. Ja. Er was totaal geen contact met anderen. Ja, soms wisten ze wel dat drie dorpen verderop ook nog iemand met die onbekende ziekte woonde. Hmm. Maar verder was daar geen enkel gereguleerd contact. Het was eigenlijk de eerste keer dat in Nederland celiakiepatiënten elkaar konden ontmoeten. En vanaf dat moment werd die jaarlijkse ledenvergadering, dat werd echt een evenement. En toen kwamen er ook allemaal bedrijven die daar glutenvrije etens waren, kwamen demonstreren. Dus vanaf dat moment werd het een instituut. En vandaar wat ik dat zei, is het gewoon ik kom gewoon in een hele andere wereld als ik hier nu zie hoe ongelooflijk veel mensen er zijn, hoe belangrijk het voor ze is en wat er allemaal voor ze gedaan wordt. Ja. Maar wat ontzettend geweldig dat jullie dit ooit begonnen zijn en dat het nu uit is gegroeid. Ja, dat is wel echt een aandoenlijk gegeven waar ik nooit bij stilgestaan heb. Want ik ben maar 5 jaar voorzitter geweest. Ja. Joke is nog wel langer in bestuur geweest. Ze heeft een tijd lang ook de patiënteninformatie gedaan. Ze was verpleegkundige, dus ze was er heel actief in en ze is altijd lid gebleven. Maar ja, we zijn natuurlijk, op een gegeven moment is zij ook uit het bestuur gegaan en toen heeft het allemaal een enorme vlucht genomen. Ze is het geprofessionaliseerd, terecht. Het is een prachtig blad gekomen. Er zijn allerlei extra wij waren wel begonnen met broodbakcursussen en voorlichtingsbijeenkomsten van diëtisten. En ook wel lotgenotencontact, dus regionaal. Dus allemaal, ik ben wel in 20 huisartsscholen geweest waar dat soort bakcursussen werden gegeven. Maar dat is natuurlijk allemaal peanuts vergeleken met de enorme omvang die het en professionaliteit die het nu heeft gekregen. En dat is echt heel erg waardevol om te zien. Hier zie je echt wat lotgenotencontact, dus contact tussen mensen die met hetzelfde probleem worstelen, wat dat voor ze betekent. Ja. Nou, ontzettend bedankt dat jullie dat toen hebben gedaan. Meteen gewoon omdat we vonden dat we moesten doen, hoor. Ik vond het verder helemaal niks bijzonders. Yeah. Ik vond het alleen maar fijn. Yeah. Maar ik was echt wel heel diep geraakt die eerste keer dat ik dacht, die mensen die hebben elkaar zo hard nodig. Die wisten helemaal niet dat de anderen er waren. Yeah. Mijn schoonmoeder, dus de moeder van Joke, die had nog een zoontje, ook celiakie had. Ah. Dus waren er twee in een gezin. Dat was, en die een was er zelfs een van een tweeling. Dat is het droom van elke geneticus. Want het was een tweejarige tweeling. De een had het wel, de ander had het niet. Dus dat was, ze werden vanaf dat moment ook de favorieten van het genetisch onderzoek in Leiden. Daar moesten ze voortdurend opdraven. Dus dat gezin was er ook heel erg mee bezig. Mijn schoonmoeder heeft ook jarenlang staan prutsen met oventjes en met brood dat niet wou rijzen en zo. Ja, daar is. Want er was toen helemaal niks, was geen glutenvrij. Als we op vakantie gingen, dan namen we door mijn schoonvader gefabriceerd apparaatje mee. Dat kon je in het stopcontact steken en dan kon je daar je brood in laten rijzen op een bepaalde temperatuur. Want daar was er helemaal geen apparatuur voor. Later kwamen er dan draagbare ovens die je meenam op vakantie en allerlei andere spul. Want de kans dat je ergens glutenvrij brood kon krijgen in het buitenland was zeer gering, tot nul. Ik herinner me dat ik vele keren in vele omringende landen waar we op vakantie waren op pad werd gestuurd om 10 gram gist te kopen. Want je had vers gist nodig om brood te laten rijzen. Ja. Ik weet nu wat gist in het Duits is, sindsdien. Hefe. Hefe. 10 gram hefe bieten. Dan keken ze aan alsof je de tent kwam overvallen. Dat kwam nooit iemand vragen natuurlijk. Nee, nou, we kunnen ons bijna niks voorstellen. Nee. Hoe 50 jaar geleden het was. Er was geen Instagram, er was geen Facebook, nee. Er was geen e-mail. Nee. Je had wel telefoon. En dus Joke zat echt halve dagen aan de telefoon. Ze deden patiëntenvoorlichting. Ja. Helemaal in de eerste paar jaar. En we hadden hele strenge richtlijnen wat betreft diagnostiseren. Dus ze was voortdurend bezig om mensen te zeggen, je moet niet alleen naar de huisarts, je moet zorgen dat je in een academisch ziekenhuis terechtkomt, dat je daar de diagnose krijgt. Ja. Dus die was voortdurend mensen aan het inpeperen wat ze moesten doen om een goede diagnose te krijgen. Want ook toen al was het uitgangspunt, zorg ervoor dat geen mensen onterecht dat zware dieet gaan volgen. Want ja, dat heb je nu natuurlijk veel meer. Al die mensen die zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is natuurlijk bij celiakie heel onhandig. Mm. Het is een veel te zwaar dieet
Als het niet nodig is. Het is een fantastisch dieet als het wel nodig is. En maar nou, Joke ja, is dus als van poster girl naar telefoniste, ja, voorlichten. Later heeft ze nog bij de Maag-Leef-Darm-Stichting gewerkt, ook professioneel. En daar heeft ze ook nog patiëntenvoorlichting gedaan. Oké. Okay. Maar dat is, ik weet niet meer wanneer, dat is denk ik jaren 90 geweest of zo. Ja. Ja. Die diagnose, heeft zij je verteld hoe dat ging? Die diagnose stellen? Ja, dat is natuurlijk in verschillende fasen. Toen ze als klein kind werd gediagnosticeerd, was daar natuurlijk nog geen biopsietechniek voor beschikbaar. En dat ging dus echt heel praktisch. Ze heeft een tijd op een rijstwaterdieet geleefd. Och. En toen ging ze vooruit. Ja. En toen ze weer brood ging eten, ging ze heel hard achteruit. Ze reageerde nogal radicaal. En toen zijn er nog meer van dat soort diëten bedacht. En daar reageerden ze dan goed op. En pas op een gegeven moment, ik weet niet of dat nog steeds bestaat, maar toen werd wel gezegd, de puberteit is de droom van alle kinderartsen. Die zei altijd, in de puberteit gaat het wel over. En zij dus op een gegeven moment ook geadviseerd weer gewoon brood te gaan eten. Toen is ze op haar, toen ken ik haar nog niet, dus ik denk 15, 16e, is ze heel erg ziek geworden. En toen in Leiden terechtgekomen. En in Leiden waren ze eigenlijk op dat moment het verste van Nederland. Daar had je Peña al en Hekkens. Dat waren echt wel mensen die fulltime met celiakie bezig waren. En daar had je Anne Wipkink. Anne Wipkink was de diëtiste van Leiden. En dat is een fameuze figuur in de celiakievereniging. Was ook de eerste echt centrale diëtiste van de vereniging. En die heeft haar heel erg begeleid. En toen is zij toen is ze echt opgeknapt en heel serieus gediagnosticeerd met twee biopsieën. Eén op het moment dat ze nog ziek was. En één na ruime tijd gebruik van dieet. Waardoor je kon zien dat de darmwand aanzienlijk was verbeterd en dat het hielp. En toen we die vereniging oprichtten, toen is er meteen een medische adviesraad gevormd, waarin de toenmalige specialisten zaten. En die hebben ons toen ook echt duidelijk gemaakt, je moet eigenlijk goede diagnoses stellen om mensen aan dat dieet te binden. En toen werd er dus ook van hun kant gezegd, jullie moeten eigenlijk, ja, je kunt niet mensen weigeren omdat ze geen biopsie hebben gehad, maar je moet ze wel sterk aanraden. En dat hebben wij toen wel in die eerste jaren heel streng volgehouden. Zodat mensen zekerheid hadden. Want ik ben zo streng opgevoed in dat opzicht dat ik het nu nog steeds mensen afraad als ze zeggen, ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik gebruik maar het glutenvrij dieet, want dat zal wel goed zijn. Dat probeer ik mensen uit de hoofd te praten, maar dat lukt soms niet. Die zijn inmiddels zo ver van het pad af dat je die niet meer mee krijgt. Maar ik heb een aantal lezingen vanochtend bijgewoond en daar gelukkig geconstateerd dat daar nog een behoorlijke overeenkomst is onder medici en een vrij strenge aanpak. Al zijn er nu veel meer diagnostische mogelijkheden, wat natuurlijk fantastisch is. Als je het op een andere manier kunt vaststellen, minder belastend dan de biopsie, des te beter. Ja, het is een wereld van verschil hoe dat 50 jaar geleden ging met een rijst- en waterdieet en nu dat we antistoffen kunnen prikken. Ja, 50 jaar geleden waren we al zover dat er biopsieën werden genomen, hoor. Ja. Maar dit is van nog veel langer geleden, zeg maar 70 jaar geleden toen. En hoe ging het toen Joke na haar puberteit, toen ze een tijd ziek is geweest, toen ze weer opknapte? Vanaf dat moment werd zij een fanatieke volger van het glutenvrij dieet. Echt zo fanatiek dat we met verschillende botervlootjes en dus dat er geen kruimelbrood in haar maag zou kunnen komen. Ja. En daar waren we natuurlijk allemaal op getraind thuis. Maar ja, dan heb je het probleem met vakanties en uit eten gaan. Dat hebben we allemaal tot echt in de treuren meegemaakt. En de teleurstelling als het misging. En ook wel de vreugde als je ergens ging eten en alles was perfect. Dat komt namelijk ook voor. Dat kwam toen ook voor. Er waren natuurlijk heel veel behulpzame mensen. Maar in alle buitenlanden was het weer anders. In onze tijd hebben we toen die kaartjes geïntroduceerd in verschillende talen. Mm-hmm. Die je aan de ober kon geven in het Frans uiteindelijk, maar ook in het Grieks en het Turks. Ja, de dieetpasjes. Dan dat was fantastisch. Want er kwam een dan zei de ober, oh, daar snap ik niks van. Gaan we even, kom maar mee naar de keuken. En dan mocht ze zelf in de keuken uitkiezen wat ze wilde en zo. Ja. Weet je hoeveel talen we nu hebben?
Ja, dat zullen wel veel meer zijn. Meer dan 40. Meer dan 40. Nou, we hebben het begin dus meegemaakt, dat het ook toen ingevoerd. Yeah. En nou ja, dat zijn allemaal stapjes, allemaal echt stapjes vooruit, hè? Waardoor de mensen echt geholpen werden, waardoor het leven makkelijker werd. Yeah. En waardoor op een gegeven moment celiakie geen ziekte meer was. Yeah. Dat is natuurlijk de definitiekwestie hier geregeld langskomt. Het is namelijk, als je aan dieet houdt, ben je niet meer ziek. Tenminste, in de doorsnee gevallen. En dat is, daarmee is het wel een hele grote uitzondering. Ja, ik vind het echt prachtig om te horen hoe jullie vol fanatiek en je in hebt gezet met hart en nieren. Nou ja, ik doe nu net alsof wij tweeën dat deden. We hadden een bestuur met twee moeders van patiënten die echt veel fanatieker waren dan wij. Die echt als leeuwinnen vochten voor het belang van hun kinderen. Ja. En dat was heel inspirerend. Ja. En de secretaresse die op een gegeven moment bijkwam, die was getrouwd met een patiënt, Hans. En toen ze een jaar of drie in het bestuur zat, werd Hans nog een keer gediagnosticeerd. En bleek het niet te hebben. En toen is ze toch in het bestuur gebleven. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Ja, wat je ziet, zegt over leeuwinnen. Ik zie hier in de zaal ook een aantal leeuwinnen die vechten voor hun kinderen en het allemaal zo goed mogelijk willen doen. Tijgermoeders heet tijgermoeders, dat. Ja. Dat waren ze echt, hè? Die echt de slag gingen voor hun kinderen. Dat was natuurlijk buitengewoon inspirerend om daarmee samen te werken. Nou, geweldig. Dank je wel. Ja, ik heb bij Charlotte een aantal keren grote ogen gezien naar hoe het ging 50 jaar geleden en nu. Want ja, jij bent een paar jaar geleden gediagnosticeerd en toen kwam je in de wereld van het glutenvrij dieet en celiakie. Kun jij eens vertellen hoe dat voor jou is gegaan? Ja, voor mij was het sowieso heel fijn om eindelijk een diagnose te krijgen. Want ik heb eigenlijk echt vanaf dat ik jongs af aan was elke dag hoofdpijn gehad. En elke dag dat ik me gewoon echt heel slecht voelde, ziek was. Ik had niet echt de typische buik, die kwam later pas. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk de rest van mijn symptomen pas op mijn 25ste, 26ste gekregen. Dus om dan uiteindelijk te horen van je hebt celiakie, dat was echt een verlossing gewoon. Dat je denkt van, oh, oké, er is echt iets aan de hand, ik stel me niet aan. En ik kan er wat mee vanaf dat moment. Dus dat was heel fijn. En ook te weten dat er dan inderdaad een vereniging is en ook diëtisten zijn die je dan verder kunnen helpen. Dat was echt ontzettend verlichtend ergens. Van oké, en ik ben niet alleen en ik kan er nu wat mee. Ja, en ook dat stukje lotgenotencontact waar Ad over vertelde, dat je niet alleen bent. Ben jij meteen lid geworden? Ja, ik ben diezelfde dag eigenlijk. Ik ging naar Laura Kool, een van de diëtisten. Daar ben ik naartoe gegaan en zij zei van, er is ook een vereniging. En ik dacht, nou, ik ben dezelfde dag nog lid geworden eigenlijk. En hoe was je indruk? Ja. Je had geen idee, de vereniging, oké, het zal wel. En toen werd je lid. Ik ben ontzettend veel gaan lezen op de website. En toen kwam natuurlijk, ik denk na een maand kwam dat welkomstpakket. En toen dacht ik, wow, oké, dus ik kan meer eten dan voor mijn gevoel alleen maar groenten en de paar dingen die je in de supermarkt kan kopen. Dus toen ging er ook echt wel een wereld voor me open. En vanaf dat moment, die wereld is nog steeds aan het opengaan eigenlijk. Ja. Omdat en je bent de wereld ook letterlijk ingetrokken, want je bent zelfs gaan reizen. Ja. Want dat was in de tijd dat Joker aan het glutenvrij dieet moeten. Dat was niet zo heel makkelijk. Nee, Jullie hebben daar op de dieetpasjes ook ingevoerd. Het is mooi te horen dat Italië tegenwoordig een soort trendsetter is. Dat daar allerlei voorzieningen waren. Italië was in onze tijd een no-go area. We zijn onder hele gunstige omstandigheden naar Italië op vakantie gegaan, naar een hotel. En daar was dat stond heel goed bekend en daar wisten ze alles van. En het had Joke voor de zekerheid toch brood ingevroren en in een coolbox meegenomen, dat ze in ieder geval een poosje vooruit kon. En het bleek daar totaal mis te zijn. Echt rampzalig. Na een dag of twee was al het brood op. En toen zijn we gevlucht, we zijn in de auto gestapt en we zijn naar huis gereden. Want je kan daar niet glutenvrij eten. Althans, toen niet. Ik spreek 6 woorden Italiaans. Ik kan me uitstekend in het Italiaans laten uitschelden, maar daar blijft het ongeveer wel bij. En dus het was echt een rampvakantie. Ja. En we zijn gewoon het land uitgevlucht. En via Duitsland naar huis gegaan. Maar Charlotte, hoe is het nu in Italië?
Ja, nu is het een stuk beter. En ik zeg heel eerlijk, ik wist dat zelf ook niet, totdat ik vorig jaar bij de NCD was, dus de Nederlandse Celiakiedag in Vianen. En twee van mijn bestuursgenoten die gingen toen een presentatie doen van glutenvrij reizen. En ik dacht, ja, oké, ik wil ook kunnen reizen, dus laat ik eens gaan kijken. En toen kreeg ik dus te horen, zowel van mijn bestuursgenoten als van heel veel mensen in de zaal, ja, Italië en Spanje, daar moet je echt naartoe gaan. Dat is echt een glutenvrij walhalla gewoon. Dus dat staat ook op de planning voor dit jaar. Leuk. Ja. Dieetpasje mee? Ja, zeker. Ja, die vind ik. Ik heb ze al meegenomen naar Spanje. Ik heb ze meegenomen naar Duitsland. En natuurlijk altijd mijn ledenpasje in de portemonnee. Heel goed. Goed, in de tijd waar altijd over had, 50 jaar geleden, hadden we geen Instagram. Moest je 10 kilometer rijden voor een pak glutenvrij brood. Charlotte, voor jou is het gelukkig anders. Even beginnen van waar haal jij je informatie vandaan? Nou, toen ik net de diagnose had, heb ik heel veel informatie gewoon van glutenvrij.nl kunnen halen. Dus ook in het begin wist ik niet wat kruisbesmetting was. Dus in mijn eerste maand glutenvrij kreeg ik van mijn tante een taartje, hazelnoot schuimgebak. En dat had met allerlei andere taartjes in een doos gezeten. Ik heb het gewoon opgegeten. En hè, dan kom je er later achter van, er is ook zoiets als kruisbesmetting. Daar word ik ook ziek van. Dus dat was ook echt een eye-opener van, oké. Dat is dus een ding. Mm-hmm. Maar je hebt zo ontzettend veel social media kanalen die ook informatie geven. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar eigenlijk van over heel de wereld. Dus ook Italiaanse kanalen of Travelnet bijvoorbeeld van de CYE. Dat is de Celiac Youth Europe. En zij hebben ook een website. En daar kan je zeker als je bijvoorbeeld gaat reizen ook superveel informatie van afhalen. En natuurlijk Celiactive, de jongerenvereniging. Ja, daar zou je ook nog wat over vertellen. Ja. Dus als mensen in de zaal wat ouder worden, dan kunnen ze naar Celiactive. Vertel even. Ja, Celiactive is vanaf 18 jaar tot ongeveer 30. En daar ben je eigenlijk met andere mensen die ook celiakie hebben. En daar doen we gewoon ontzettend veel leuke dingen. Binnenkort hebben we een high tea op de planning staan. Die is geheel glutenvrij, maar ook vegan. Dus dat is ook fijn voor de mensen die bijvoorbeeld niet tegen melk kunnen. Mm-hmm. En verder doen we van allerlei andere dingen. Lunches bijvoorbeeld, waarop je gewoon echt met verschillende lotgenoten kunt praten over dingen. Maar ja, we zijn wel de active voor een reden. Dus we gaan bijvoorbeeld ook dingen doen zoals lasergamen of escape rooms. Een van de sleutelwoorden wel, hè? Nu tot nu toe. Lotgenotencontact met andere mensen iets doen. Erachter komen dat je niet hetzelfde of dat je niet de enige bent die iets hebt. Ik draai me even naar Floris, want jij bent de directeur van de Nederlandse Celiakievereniging. Dat lotgenotencontact, is dat een van de belangrijkste dingen? Ja, zonder twijfel. Nee, ik bedoel, dat is ook, had verteld het al in geuren en kleuren, de reden waarom de vereniging is opgericht. Mm-hmm. Van laten we elkaar opzoeken en vinden en elkaar sterk maken. En we hadden het vanochtend bij een lezing over van dat het is eigenlijk grappig, hè, dat we nu nog een vereniging zijn terwijl we nu social media hebben. Want dat er toen een vereniging nodig was, snap ik, want je kon elkaar niet vinden. En nu hebben we al een jaar of 10, meer misschien nog wel, social media. Met alle voor- en nadelen. Mm-hmm. Maar het is heel makkelijk om elkaar te vinden. En toch groeit de NCV ieder jaar met 750 leden, netto. Dus we zijn, dat zegt een zeldzaamheid tegenwoordig, een groeiende vereniging. Mm-hmm. Maar wij groeien nog steeds. En ik denk dat dat komt omdat dat lotgenotencontact in het echte leven, dus niet via social media, maar elkaar echt ontmoeten en samen dingen doen, dat heel erg cruciaal is. Ja, ik kijk heel even in de zaal of daar knikkende gezichten zijn die dat beamen. Ja, de zaal, mensen thuis, is hard aan het knikken dat zo is. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we doen. Als NCV, kun je nog wat belangrijke punten even noemen? Ja, dat heet altijd zo mooi. We doen aan voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Mm-hmm. Echt toch wel waar Ad mee begonnen was. Ja. 50 jaar later is dat toch steeds zo geweldig. Ik geloof ook altijd bij organisaties in een DNA. Mm-hmm. En dat heel belangrijk is en hardnekkig. Maar het is ook heel belangrijk dat je nooit van je DNA af moet stappen. Mm-hmm. Dat gaat namelijk niet. Maar dat is nog steeds iets wat wij volledig doen. Dus inderdaad met de websites, met het Glutenvrij Magazine, met de podcast,
voorlichting is cruciaal. Mm-hmm. Glutenvrije lijn, de telefoonlijn. De telefoonlijn hebben we nog steeds, hè? Want Joke ja, deed. Die hebben we weer eigenlijk. Ja, ja. De dieetlijn, die hebben we natuurlijk al heel lang. Mm-hmm. Maar we hebben nu ook een glutenvrije lijn. Als je in het dagelijks leven tegen dingen aanbotst. Of als je denkt van ja, maar ik zit hier in mijn eentje met mijn celiakie. Mm-hmm. En ik weet even niemand om daarover te praten. Dan heb je de glutenvrije lijn. Ik wil mijn hart even luchten. Ja, precies. Ik wil weten hoe anderen daarmee omgaan zonder dat ze een oordeel hebben. Dan kan je de glutenvrije lijn bellen. Exact. Ja. Dat is 2 dagen in de week. Uit mijn hoofd, dinsdagavond en donderdagochtend. Staat op de website. Staat op de website. Ja. Er zijn hele lieve vrijwilligers die om beurten die telefoon opnemen. Dus nou ja, luister je dit en denk je dat lotgenotencontact. Ik kan niet ergens naar een activiteit of het is ver uit de weg. Je mag altijd de glutenvrije lijn bellen. Dat is iets wat we heel graag aanbieden aan onze leden. Ja, en dan belangenbehartiging. Dus dat is het cross-grain keurmerk. Dus het keurmerk wat we allemaal kennen is eigenlijk ook een vorm van belangenbehartiging. Mm-hmm. Dus zorgen dat je zeker weet, hey, dit is veilig. Nou, dat hebben we. We hebben ook een eigen keurmerk voor de horeca, het lekker glutenvrij keurmerk. Waarbij je kunt zien van, hey, ik kan met een gerust hart dit restaurant binnenstappen. En natuurlijk de lobby, dat is het vaak enorm onzichtbaar werk achter de schermen. Mm-hmm. Duurt ook vaak heel lang, maar we blijven strijden voor bijvoorbeeld een fatsoenlijke vergoeding voor het glutenvrij dieet. Wat zomaar, en dat is echt maar een gemiddelde, 1000 of 1200 euro per jaar extra aan boodschappen kost voor 1 persoon. Mm-hmm. Ja, er is een fiscale aftrek, maar die is nou niet echt voor de meeste mensen toegankelijk of die hebben er niks aan. Dus daar strijden we voor om een fatsoenlijke vergoeding te krijgen, want het is het enige medicijn voor deze aandoening. We zijn bezig om glutenscreen in het hele land te krijgen. Dus glutenscreen is een sneltest op een consultatiebureau bij jonge kinderen, waarbij we weten dat we daarmee 7 keer meer kinderen opsporen dan zonder die sneltest. Dus dat je er echt vroeg bij kunt zijn en snel kunt beginnen met glutenvrij dieet. Nou, dat willen we in het hele land hebben. We bemoeien ons ook nationaal en internationaal tegen de wetgeving rond etikettering aan. Om maar wat voorbeelden te noemen. Ja, dan krijgen we ook in een volgende podcast veel over te horen. Ja, je noemde de internationale contacten. Wij zijn natuurlijk de Nederlandse celiakievereniging en er zijn in Europa nog veel meer celiakieverenigingen. Ad, in jouw tijd, hadden jullie contact met... Ja, wij zijn daarmee begonnen. Oké. Okay. Wat ik in mijn tijd herinner, al vrij snel, was er toen een nieuw wetenschappelijk congres. Dat was in Galway, in Ierland. En daar kwamen we samen met een stuk of 6... celiakieverenigingen. En die waren eigenlijk allemaal uit de Angelsaksische landen. Hmm. Dus dat was Engeland, Ierland, Verenigde Staten, Canada, Australië. Want daar was eigenlijk celiac disease was eigenlijk al behoorlijk ingevoerd. En de Engelse Celiac Society was al heel groot en had ook al heel veel ervaring. Was voor ons toen heel interessant om te kijken wat ze deden en hoe. En voor hun eigenlijk ook wel, want ze stonden ook wel verbaasd van een aantal dingen die wij hadden. En later heb ik zelf een bijeenkomst gearrangeerd met de net opgerichte Duitse vereniging en de Oostenrijkse vereniging. We zijn met de 3 clubs in Keulen bij elkaar gekomen en hebben daar ook ervaring uitgezet. Dat is eigenlijk heel embryonaal het internationale contact. Veel meer was er toen nog niet. Maar het is heel fijn om te horen dat dat zo is uitgebreid en voortgezet en geprofessionaliseerd. En dat die stappen bijgekomen is die natuurlijk het allerbelangrijkste is. Dat is lobby. Lobby in zaken wetgeving en in zaken de harmoniseren van de regels in bijvoorbeeld heel Europa. Ja, dat was voor ons natuurlijk allemaal nog veel te ver weg. We waren een clubje dat het blad zelf stencilde. Ja. En dan het bestuursleden met de typemachine misschien bij elkaar nog wel. Om ze in de goede volgorde te leggen en yeah, er een nietje doorheen te slaan. Ja. Heel charmant en primitief. Maar dat was natuurlijk jaren 70 werk. En dus het is geweldig om te zien hoe professioneel dat nu gaat. Ja. We hebben een tentoonstelling van wat knipsels uit al de glutenvrije magazines. Want we hebben ze natuurlijk allemaal bewaard vanaf 1974. En
Er staat beneden een... Een poster, ik heb het gezien. Ja. Ik kreeg de ene schok van herkenning na de andere. Ja, naar welke? Nou ja, dat was dus dat gestenselde blaadje. Ja. Hè, wat we met bloed, zweet en tranen op een avond met z'n vijven bij elkaar raapten. Ja. Ik zat ook nog in een sportclub waar ik hetzelfde moest doen. Dus het leven zag er heel anders uit dan. Zijn die wel eens door elkaar gegaan, die blaadjes? Of dat het bot van de sportclub in het glitterij? Verschillende bijeenkomsten. Okay. Nee, verschillende bijeenkomsten. Ja, maar je kijkt er nu met enige nostalgie op terug. En het is echt het primitieve begin geweest. En ik vind het alleen maar geweldig dat het zo professioneel is geworden. Dat daar vakmensen aan het werk zijn. Maar zoals Floris terecht zegt, in essentie is die club niet veranderd. De doelstellingen zijn hetzelfde. En als ik hier over die markt loop en zie hoeveel saamhorigheid er is en hoeveel mensen met elkaar staan te praten over de dagelijkse dingen. Dat is wel wat er in de jaren 70 ook al was. Ja, even een beeld schetsen voor de luisteraars thuis. Er zijn vandaag zo'n 3000 mensen op het festival. Dat is aanzienlijk meer dan de 200 waar jullie mee begonnen zijn. Maar wel goed dat jullie begonnen zijn, anders waren we hier vandaag niet. We zijn als vereniging ook heel erg bezig met celiakie meer bekendheid te geven of te maken. Als je 50 jaar terugdenkt, toen kende niemand celiakie. Het woord was misschien zelfs net bedacht en niemand kende de ziekte. Als je dat vergelijkt met waar we nu staan? Nou, ik moet zeggen dat het niet spectaculair verbeterd is. Dat blijft gewoon een heel lastig probleem. Ik hoorde vandaag ook een van de inleiders zeggen dat het op verschillende fronten niet als een sexy onderwerp of een sexy ziekte. Er zijn maag-darmartsen die het gewoon niet zo spannend vinden. Nee. En in de journalistiek waar ik zelf vandaan kom, is dat niet veel anders. Een ziekte waar je met een dieet geen last van hebt, is natuurlijk een stuk minder aansprekend voor een groot publiek. Ik heb destijds nog wel eens een verhaaltje in de krant tussendoor kunnen fietsen, om er iets eraan te doen. Maar dat blijft toch wel een nadeel. En wat ik uitgesproken teleurstellend vind, wat ik vandaag weer geleerd heb, is dat de gemiddelde diagnosetijd, dus de tijd die ligt tussen het eerste bezoek aan de huisarts en de definitieve diagnose, op dit moment nog meer dan 7 jaar is. Gemiddeld. Wij hebben dat toen niet wetenschappelijk onderzocht, maar we hoorden van iedereen wel dat 10 jaar een hele normale tijd was. Die gruwelijke tijd van onzekerheid, vooral met ouders met kinderen die ziek zijn en je weet niet wat ze hebben, dat is echt heel, heel zwaar en heel belastend voor iedereen. En dat daar zo weinig schot in zit, is natuurlijk heel teleurstellend. En waar dat nou precies in zit, heeft alles te maken met ons organisatie van ons medisch systeem. Maar we moeten echt, dat is wel, lijkt mij de belangrijkste doelstelling voor de komende 10, 20 jaar, is dat die diagnosetijd wordt verkort. Ja. Technisch zijn er veel meer mogelijkheden. En het moet toch mogelijk zijn om heel veel patiënten heel veel eerder op te sporen en daardoor ontzettend veel verdriet en onzekerheid weg te nemen. Ja. Want Charlotte, mag ik jou vragen hoe lang het bij jou geduurd heeft? In alle eerlijkheid denk ik de volle 26 jaar. Oh joh. Want ik heb echt al mijn hele leven klachten gehad. En vooral de hoofdpijn, elke dag hoofdpijn gehad. Niet eens zozeer de maagklachten en de darmklachten die je verwacht, maar juist de wat meer afwijkende klachten. En de brain fog. En ik kon ook nooit goed studeren. Ik heb zoveel last gehad van dingen kunnen onthouden en studeren. Dat het echt pas was toen ik echt de opgeblazenheid en dat soort klachten erbij kreeg. Toen pas dacht ik van, hey, misschien kan ik niet tegen gluten. Zo. En ging het echt beter toen je het dieet ging volgen? Echt spectaculair veranderen? Ja. Het was ook echt wel een moeilijke tijd. Ik heb ook vragen gehad, ook van mijn familie bijvoorbeeld, dat ze naar mijn moeder te liepen en zeiden, is ze zwanger? Oh. Dat je daar zit van, waar de meeste mensen juist heel erg afvallen, was ik altijd echt aan de dunne kant. En ineens
begon ik gigantisch uit te dijen. Terwijl ik at bijna niks meer, omdat ik me gewoon zo belabberd voelde. Ik was de hele dag moe. Dat was als een tijd waarop ik gewoon een jaar niet heb kunnen werken erdoor. Terwijl je niet weet wat er aan de hand is. Je bent jong, ik was toen 26. Maar je ligt de hele dag je eigenlijk te slapen, omdat je niet meer functioneert. Je gaat aan jezelf twijfelen. Ja, mensen denken dat je je aanstelt. Mensen denken, ja, maar je kunt nog wel een keertje een dagje dit of dit gaan doen. Maar je kan niet werken. Dus je stelt je aan, inderdaad. Dat is wel pittig. Echt heel lang. Jij haalt die met jouw 26 jaar die 7 omhoog. Ja. Jeetje. Ja. Ad zei, je vindt dat je daar wat aan gedaan moet worden. Dat die diagnosetijd korter is. Ik draai natuurlijk weer even naar Floris, want Floris is aanwezig om een blik op de toekomst te werpen. Kun je vertellen wat wij eraan doen om te hopen dat er nooit meer verhalen als Charlotte bovenkomen? En dat de diagnose eigenlijk naar 0 tot 1 jaar, 0 tot 1 maand het liefste gaat. Ja, dat is in de eerste plaats bewustzijn onder artsen en dan vooral huisartsen, want dat is vaak de eerste poortwachter. En daar is al heel veel verbeterd en ook nog een andere kleine lans breken. Want we noemen celiakie ook wel eens een klinische chameleon, hè? Omdat je, dit zit eigenlijk ook wel in het heftige verhaal van Charlotte, als je met hoofdpijn bij een huisarts komt, dan denkt hij niet meteen aan celiakie. Nee. En bij het tweede consult ook nog niet. Nee. Dus het is ook heel lastig om te ontdekken in een aantal gevallen. Maar dat begint met bewustzijn, misschien ook wel onder patiënten, maar vooral onder huisartsen. Ook dingen als glutenscreen, hè? Dus als we op consultatiebureaus screening kunnen invoeren met een sneltest, dan kun je in ieder geval mensen die op jonge leeftijd celiakie ontwikkelen, en dat is een hele grote piek, die kun je dan snel vangen, om het maar zo te zeggen. En we gaan ook wel bezig, of onderzoekers gaan bezig met onderzoek, en wij steunen dat financieel, om nou eens te kijken wat er aan de hand is. Hè? Want we zeggen altijd, er is een onderdiagnose, dus er lopen heel veel mensen rond met celiakie zonder dat ze het weten, misschien ook wel zonder dat ze klachten hebben. Maar wie zijn die groep en hoe zit dat nou en hoeveel zijn het er? Want hebben ze alleen maar hoofdpijn of zijn ze ook duizelig? Ja, of hebben ze nergens last van, maar wel verhoogde antilichamen, hoe zit dat nou? Ja. En als we daar meer inzicht in hebben, dan kun je mensen wellicht ook sneller opsporen. En wellicht ook gerichte screeningprogramma's voor volwassenen opzetten. Dus glutenscreen, dat gaat er wat in betekenen. Ja. Awareness onder huisartsen en onder andere artsen, voorlichting, nieuwe richtlijnen onder de aandacht brengen. Ja. Ja. Heel even toch terug naar de diagnosetijd, want ik weet dat er in de zaal wat mensen zijn met celiakie. Zouden jullie het aantal jaren met vingers in de lucht willen steken, hoe lang het heeft geduurd totdat je de diagnose had? Fronsende gezichten, 1 jaar, 10 jaar, 2 jaar. Ad, hoe lang heeft het bij jou ook geduurd? Ja, is moeilijk terug te halen. Dat is moeilijk misschien te zeggen. Dat is in twee fases. Ik denk 2 keer 2 jaar. Ja, maar super uiteenlopend. Tussen en 26 jaar. 1, 10, 2. Kun je niet op vingers tellen zelfs. Wil je het zeggen in jaren? Ja. Ja, voor de luisteraars thuis, er zit ook iemand in de zaal die zegt, ik kan het gewoon niet op mijn vingers tellen. Het begon in mijn puberteit en het heeft heel lang geduurd. Toen ik 4 maanden naar Indonesië ging, Eén momentje, kom even hier staan. Ja, heel spontaan aan de tafel is bijgekomen Enies. Kom maar even iets dichterbij, want dit is de mevrouw die zei, ik kan het niet op mijn handen tellen. Vertel. Ik ben sinds mijn puberteit altijd wel een beetje zieker geweest. Vooral last van mijn darmen en ook vooral heel veel moe. En ik denk dat ik toen al celiakie had. Maar ik had ook ongediagnosticeerde endometriose. En dat zat bij mijn darmen, dus dat is allemaal gemixt. En 12 jaar geleden ben ik een maand in Indonesië geweest. En heb ik daar alleen mijn rijst gegeten. Dus toen, ja. En hoe ging het toen met je? Ja, veel beter. Ik denk, wat is er aan de hand? Ik kan alles weer. Ja. Ja. Ik ben niet moe en ik kan heel ende lopen. Dat kon ik vroeger helemaal niet. Nou, toch weer. Dat is een reisdieet waar altijd het over heeft. Dankjewel, Inies, dat je dit met ons wilde delen. Ik hoop dat het inmiddels beter met je gaat. Even kijken. Ja, 2 duimen omhoog. Hoe is het met jou nu, Charlotte?
Ja, een stuk beter. Echt een stuk beter. Ja, het heeft me heel snel eigenlijk al geholpen. Ik denk dat ik met een paar weken echt al verschil merkte. Dat ik meer energie kreeg. En ik heb bijna nooit meer hoofdpijn. Wat fijn. Dus, dat is geweldig. Fijn. Ja. Even kijken of het met de mensen in de zaal ook wel beter gaat. Ja, gelukkig. Knikkende gezichten. Nou, hartstikke mooi. We gaan naar een afronding toe, want ik zie 41 minuten op mijn teller staan. Zijn er, Ad, Charlotte, Floris, nog dingen die we per se nog willen vertellen aan de luisteraars? En heeft de zaal misschien nog vragen aan de gasten die we zouden kunnen stellen? In mijn tijd ging altijd het verhaal dat er een kloosterzuster was in Brabant, die heel erg veel last had van diarree, dus het gevolg van celiakie. Die alles aan deed, volledig glutenvrij had en ze bleef maar ziek. Tot op een gegeven moment ontdekt dat zij drie keer per week de heilige communie ontving. En door die hostie ziek werd. Dat is uiteindelijk ontdekt. Toen was het voorbij. En toen is er ook een bedrijfje ergens in Brabant glutenvrije hosties gaan produceren. Je ziet, hè, geloof is niet een oplossing voor alles. Glutenvrije hosties wel. Ja. Ad, ik vind het wel leuk om te vertellen. De Nederlandse Celiakie Vereniging bestaat natuurlijk 50 jaar dit jaar. En elk jaar wordt er een Europees kamp georganiseerd door de jongerenvereniging van een van de Europese verenigingen. En omdat de NCV dit jaar 50 jaar bestaat, gaan wij hem dit jaar organiseren. Oh, wat leuk. Dus in augustus komen er 50 Europese jongeren onze kant op. En dan zitten wij een week in Rotterdam en laten we ze kennis maken met glutenvrij Nederland. Fantastisch is dat. Kijk, ik ben vandaag de hele dag al licht ontroerd door alles wat hier wat voortgekomen is uit die merkwaardige bijeenkomst in Noordwijkerhout in mei 1974. Maar dit is een sterk voorbeeld van. Het is toch echt geweldig dat dat contact ontstaat. En ook Europees en ook onder jongeren, dat is zo waardevol. Zegt, dus ik zou zeggen, die club moet gewoon nog 50 jaar op deze manier doorgaan. Ja, we hebben het al over Italië gehad. En dat is een super interessant land, want het is nu het glutenvrije Walhalla zo'n beetje. En dat was het in de jaren 70 zeker niet. En ik heb nog steeds niet de vinger achter wat er nou precies is gebeurd. Wat we weten is dat celiakie in Italië in een wet is vastgelegd. Dus er is een wet over celiakie. Ondertekend door Silvio Berlusconi, weet ik, als premier. En die wet benoemt celiakie als een sociale ziekte. En dat vind ik eigenlijk ontzettend slim van de Italianen. Italianen begrijpen natuurlijk ook als geen ander dat eten, want celiakie is wel heel erg medisch, wil dus een serieuze auto-immuunziekte, maar de behandeling is eten. En eten is sociaal. Dat moeten we in Nederland nog een beetje uitvinden, maar de Italianen weten dat als geen ander. En dat is een ontzettend belangrijk aspect. Dat zie je eigenlijk vandaag. Waarom is dit zo'n succes en waarom is dat lotgenotencontact zo belangrijk? Dat is het sociale aspect. En ik ga dit najaar, mag ik spreken op het congres van celiakieonderzoekers wereldwijd. Mm. En dan ga ik ze een beetje uitdagen van, ja, heel interessant dat we kijken naar het medische en blijf dat ook vooral doen. Maar kijk ook naar het sociale aspect en wat we daar voor onderzoek naar kunnen doen om ook dat te verbeteren. En ik herinner me van destijds de eerste keren dat zo'n groep bij elkaar kwam, dat het eigenlijk neerkwam op eenzaamheidsbestrijding. Ja. Want celiakie leidde echt tot eenzaamheid. Dat mensen die in zichzelf keerden niet altijd maar hun omgeving lastig wilden vallen met gezeur over eten. En dat is misschien, dat sluit eigenlijk precies aan met wat jij zegt. Dat is de sociale factor. Dat mensen niet meer eenzaam hoeven te zijn omdat ze met lotgenoten daarover kunnen praten en het samen kunnen oplossen. Ja, het is de eenzaamheidsbestrijding. En als ik daar iets bij mag aanvullen, is het, hoe ga ik om met een risico wat er 24 uur per dag, 7 dagen per week is. Ja. Dat geldt voor alle mensen, zijn er risico's. Maar als celiakiepatiënt word je daar een aantal keer per dag mee geconfronteerd. En hoe leer je daarmee dealen, zodat het leven toch nog een beetje leuk is? Ja. Ja. Ja, dus hoe fantastisch is het om op vandaag op zo'n festival te zien dat er 3000 mensen binnenkomen op een feest
waarin ze, in tegenstelling tot bijna alle andere feesten waar ze komen, ze alles kunnen eten, geen vragen hoeven te stellen, waar iedereen weet hoe het is. En dat je zo samen een geweldig zorgeloos feest kunt hebben. Nou, dat is zeker fantastisch. Dat lijkt me ook een hele mooie om mee af te sluiten. De tijd zit er ook bijna op, dus als we nog naar de band willen beneden, dan gaan we nu iedereen bedanken. Floris, super bedankt dat je er was. Charlotte, fijn dat je er was, dat je je verhaal willen delen. Dat je hebt verteld dat we gewoon wel kunnen reizen. En dat het nu weer goed met je gaat. Ad, bedankt voor je prachtige verhalen en al je inzet. En dat jullie dit zijn begonnen. Want anders dan waren we er nu niet. Heel graag gedaan. Hartstikke bedankt. Ook bedankt aan het publiek. Aan de duimpjes omhoog. En leuk dat jullie zo leuk meededen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om de live opname een keertje mee te maken. En dank ook aan alle luisteraars thuis, onze trouwe leden. Fijn dat je lid bent, want dankzij jou kunnen we doen wat we doen. Ben je nog geen lid? Word het dan vooral. We maken er namelijk iets moois van, met z'n allen. Tot de volgende aflevering van de Glutenvrije Podcast. Of ergens anders bij de vele activiteiten die we organiseren. Doei!